Dus dat valt een beetje. Ja? Hey, ik heb een. Voor niemand is dat leuk. Nee, voor niemand is dat leuk. Nee. Hallo, welkom bij de Bosmannetjes. Hey, welkom. Jezus. Hey, vandaag leuk onderwerp. Ja. Het is natuurlijk... Aflevering 13. Ja. Of 12. Of 12. Het is natuurlijk een mastjaar dit jaar. Een mastjaar. Eens in de 4-5 jaar dan krijg je een mastjaar. En dan vallen al die eikels die vallen uit de boom. Ja. En ja, waarom die dat doet, dat kan zijn dat hij denkt van eens in de 4-5 jaar moet ik me eventjes flink voortplanten. Of het is gekoppeld aan het dierenleven, maar ja, precies. Wie het weet mag het zeggen. Voor de dieren in ieder geval handig dat het een goed mastjaar is. Zeker, zeker. Want dan kunnen ze voor de winter een serieuze... Stash. Maken. Opslag. Ja. Opslag maken. Ja, precies. Ja. Voedselvoorraad aanleggen. Voedselvoorraad, ja. Dat was het. En we gaan even kijken welke dieren het allemaal gaan doen. Juist, gaan we doen. Hey, we gaan even kijken. Yo, hoi. Hey. Ik heb nog een idee. Ja? Als jij nou even gaat kijken of je ergens een eekhoorn kan vinden, ja, dan ga ik zoeken naar een Vlaamse kaai of iets, een ander dier. Ja, is goed. Zullen we even doen? Ja, dan gaan we eventjes doen. Yo. Nou. Ik zie zo snel geen Vlaamse kaai of iets anders. Wel heel veel eikels. Dus dat valt een beetje... Ja? Hey, ik heb een eekhoorntje gespot. Dat meen je niet. Ja, serieus. Echt? Ja? We moeten nog rennen. Nee, niet rennen. Nee, niet rennen, anders zit hij er stil. Zit hij daar gewoon? Ach, serieus? Echt? Ja. Met die eikels. Heel apart. Hè? Ik had niet verwacht. Ik denk, ja, dat gaat nooit worden. Hier. Dat bij die dikke, bij die dikke eikels. Oh ja. Ja, ik kan niet inzoomen met de camera. Kunnen we dichterbij komen, denk ik? Even dichterbij. Wel heel stil zijn. Misschien wel leuk voor de kijkers om een eekhoorn te zien. Die is natuurlijk opgestopt. Maar dat jij dat niet wist. Opgestopt? Opgezet. Opgezet. Okay. Ja, opgestopt, opgezet. Ja. Dus een eekhoorn rond deze tijd die voedsel aan het zoeken is. Van die zaadjes die hierin die erin zitten, die eet hij dan op. Ja. Maar een eekhoorn is heel veelzijdig. Dat is echt een omnivoor. Hij eet trouwens in de lente ook jonge vogeltjes. Oh, hij eet gewoon vlees ook? Dus okay. Hij eet ook vlees. Ja, en, maar hij zei al dat hij een omnivoor is. Ja, een omnivoor. Alles eten. Ja, alles eten. En wat hij ook af en toe doet is dan plukt hij ergens paddenstoelen. Ja. En die hangt hij dan ergens op een tak boven de grond, hangt hij die dingen te drogen. Ja. En dat eet hij ook. Paddenstoelen. Welke paddenstoelen weet ik niet, maar misschien is eekhoorntjes brood wel naam vernoemd. Brood van een eekhoorn, je weet het niet. In die boom. Hé, dat zit. Nou, dat is toch ook toevallig? Nou, dat is toch. Dat is echt. Hè? Jeetje. Dat is echt. Hadden we net al met de eekhoorn? Ja, nou. Met die wat? Wat is dat? Dit is echt onze lucky day, is dit. Jezus. Dit is hoe hou je de kijkers? Ongelooflijk. Ongelooflijk, kijk eens wat we hier aantreffen. Ja. Een gaai. Een gaai. Het is een supermooi beest, hè? Ja. Je ziet ze iedere dag vliegen, dus je bent een beetje verwend, eigenlijk. Dat die gaai, hè? Ja. Dat eigenlijk de bosbouwers van Nederland zijn. De Wij noemen onszelf wel bosbouwers, maar die gaai is eigenlijk de bosbouwer van Nederland. Oké. Want? Want wat doet een gaai? Een gaai die zoekt natuurlijk allemaal eikels. Ja. Hè? Zeker om deze tijd natuurlijk weer. En die verstopt ze allemaal, die maakt allemaal voedselvoorraad. Ja. Als hij het niet terugvindt, want hij heeft zoveel voedselvoorraden. Ja, moet je die kleine kop zien, joh. Daar kunnen nooit zoveel hersenen in zitten dat hij alles onthoudt. Nee. Dus hij vergeet gewoon een heleboel. Precies. En daar ontstaat dan weer bos. Ja, maar omdat die eik dus opgroeit in die doornige struweel, en dat soort dingetjes, kunnen er geen dieren bij die eik op willen eten. Dus reeën die kunnen hem niet vegen, reeën die kunnen het niet eten. Nee. Dus zo'n eik wordt groot. Juist. En dan heb je weer een nieuw bos. En dan heb je weer dus een nieuw door de gaai, want hij maakt dus echt tientallen plekjes, zou ik maar zeggen, waar die eikels verstopt. Ja. En soms vindt hij ze dus niet terug en dan heb je weer een nieuw bos. En dan groeit de eikenboom uit. Jongen, het is echt...
prachtig, hè, die herfst. Johan, ja, dat is niet normaal. Ik vind het zo mooi, alle kleuren. Mooie jarentuinen. Ja, dat is echt een heel kleurpalet eigenlijk. Ja, klopt, hè? Ja. Het is echt super indrukwekkend. Ja, weet je wat het is? De winter vind ik ook mooi. Ja, daar hou ik ook daar van. Daar kan ik ook niet op. Prachtig. Ja, dat man nu, is het, nu heb ik gehoord dat er waarschijnlijk dit jaar een best wel strenge winter aankomt. Oh ja, dat kan, want het is al ijskoud. Ja. De oostenwind allemaal. Ik ga kapot. Jongen, maar het is prachtig. Het is maar goed dat we van die dikke schipperstrui hebben. Bedankt nog, fijn dat ik die voor jou het mocht lenen. Ja, die mag je hebben. Oh, die mag ik hebben? Ja. Oh, thanks man. Nou ja, zoals je hier ziet. Jeetje, er zitten... Dikke eikels tussen, best flinke man. Jongens, hè? Die heb je anders niet, hoor, zulke grote. Dat is niet normaal, joh. Dus dat, het is inderdaad een goed mastjaar. Ja. Nou, zijn we weer gekomen aan het einde van de dag. Mooie dag. Mooie dag. Ja, dat zeg ik zelf ook. Wat moet je anders zeggen dan? Het was toch gewoon ook een mooie dag? Ja, nou ja, goed, zoals altijd is was het een mooie dag. Zoals altijd is het gewoon een mooie dag. Wel als stervenskoud. Ja, dat wel. Het is ijskoud. Dus mocht het beeld wat trillerig zijn, dan kon dat meneer Koukleum hier naast mij aardig loopt te trillen met zijn handjes. Ja, maar jij bent de luxe paard van de botsman. Ik ben het luxe paard. Ja, je hebt helemaal geen fuck te doen. Nee. Ik moet altijd alle cameramateriaal, statieven en zo, moet ik allemaal showen. Ja. Filmrolletjes en dat soort dingen. Nee, maar was geslaagd. Dat was leuk. Ja, was veel leuk. Gezien. Ja. Nou ga je in één keer weer zo'n nonchalant doen. Nee, het was gewoon leuk. Wat moet je erover vertellen? Die kijkers hebben toch alles al gezien? Ja, maar ik dacht dat we even een korte resume gingen doen. Ja, nou, resume. Hè? Nou, we hebben jullie even voor de gek gehouden met die... Ja. Geen resume. Nou, hier heb je een resume. Nou, ja dus... Hey. Laat maar. Hey, yo, mossel.